Hoe kijk jij daarnaar? Zijn die wethouders wat jou betreft ook weinig zichtbaar geweest? Nou ja, ik ga niet over individuele wethouders hier spreken. Dat vind ik niet mijn rol. Maar ik vind wel in het algemeen, dat zei ik net ook al, dit college weinig daadkrachtig, weinig zichtbaar in het algemeen. Ik bedoel, er mag echt wel wat meer gevoel bij Den Haag van uitgaan. Ik vind het een beetje technocratisch. Men is druk met elkaar. En ik denk dat een stad als Den Haag het nodig heeft. Dat je, bestuurders hebben een warm kloppend hart voor Den Haag. En dat je dat voelt. En ik denk dat dat ook is wat Richard de Mos eigenlijk bedoelt. En dat warm kloppende hart, dat vind ik onvoldoende zichtbaar, onvoldoende voelbaar. En daar mag een volgend college wat mij betreft wel wat meer aan doen. Ja, GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteins, die kan er eigenlijk alleen maar om lachen. Maar van de persoonlijke aanvallen, daar is die van niet gediend. Het is wel moeilijk serieus te nemen. Hè? Een coalitiepartner eruit gooien voor het woord van de Mos dan. Hè? Van dat hij zegt dat hij ze dan gaat gedogen. En dat na alles wat er eigenlijk is gebeurd. Hè? Hij is zelf uit het college natuurlijk gezet. Ja. Zijn partij dan. Ja. Na het corruptieonderzoek. Ja, dat heeft toch wel wat geks. Ja, kijk, en daarom zeg ik ook, ik zie dit als verkiezingsretoriek. En niet als iets heel serieus. Dit gaat natuurlijk gewoon helemaal niet gebeuren. En ik vind ook dat het ook helemaal geen zin heeft op dit moment om dit soort manoeuvres te doen. Want dan is men weer met elkaar bezig in plaats van met de stad. Dus laten we dat dan gewoon niet doen. Maar goed, zijn hogerliggende punten, dat onderschrijf ik wel. Bestuurders met wat meer passie en gevoel voor die stad. Dat warmkloppende Haagse gevoel. Dat mag wel wat meer zichtbaar zijn in de volgende coalitie wat mij betreft.